Welkom in onze volgende Arduino tutorial met Tinkercad. Nu gaan we ga ik je laten zien hoe je iets kan controleren met het behulp van schakelaartje, een draaiknopje of bepaalde sensoren. We gaan meteen aan de slag met een nieuw circuit maken. En we gaan starten met onze favoriete Arduino starter en dat is het knipperen. Alleen omdat hier zit er al een lichtje aan, ja. En dit gaan we dan weer veranderen naar andere functies toevoegen, ja. Eerst gaan we ook de code openen. En klaarmaken, doorgaan. Simulatie starten, doen we niet. We gaan hier eigenlijk... wat gaan we hier doen? Gaan we eerst aan die schakeling een beetje een aantal dingen veranderen. Ja, wat we gaan doen is dat we zoeken in eerste instantie, dit was een knipperlichtje en die ging om de 1000 milliseconden aan en uit. Dit gaan we veranderen, dat knipperlichtje wordt aan en uitgezet. Als we een drukknopje bijvoorbeeld indrukken. En dan hier bij alle componenten vinden we een drukknopje, ja. En de drukknopje gaat een, daarmee kunnen we een signaal sturen op een van de digitale ingangen, bijvoorbeeld van die Arduino boardje. En we gaan in het programma schrijven, als ik de signaal ontvang hier, dus de knop is ingedrukt, dan gaat het lampje aan. En als er geen signaal is, dan gaat het uit. Nou, hoe doe je dat? Nou, eerst laten we uitkiezen een input bijvoorbeeld. In ons geval zoeken we, hier is het LED-lichtje, dus gaan we meteen, laten we bijvoorbeeld pin 13 is de output, pin 12 gebruiken als input voor onze drukknopje. En dan gaan we hier een kabeltje trekken naar pin 13, ja. En dit kunnen we aansturen door... een signaal, ja, op digitaal input, als die een 5 volt signaal krijgt van buiten, dan gaat die waarnemen en dan gaat de input naar waarde 1, wat we gaan meten. En als er geen 5 volt op zit, dan is het 0, dus daarmee kunnen we in- of uitschakelen. Dus pakken we de 5 volt, sturen we door een schakelaartje heen, en dan denken we dat we dat super goed hebben gedaan, ja. En ja. Dit is dan in principe een spanning. Dus zetten we hier. Laten we veranderen naar rood. Dat is meestal de plus 5 volt. Ja. Nou, wat ook heel belangrijk om te weten: dat al die inputs van zo'n Arduino gaan voltage waarnemen. En zo'n loshangende input, als er niets is aan aangesloten, kan op de pinnetje een bepaalde spanning uitstaan. Uit de omgeving, bijvoorbeeld als je aanraakt, dan kan jij zelf onder spanning zijn. Als je hebt een trui aan, kan je zelfs 10.000 volt spanning op jezelf hebben. Die heeft geen kracht, dus daarom ga je bijvoorbeeld geen dingen heel snel kapot maken. Maar dat is wel genoeg om een sensor te verstoren. Ja? Dus wat we willen, dat wanneer we de druk niet indrukken, de knop indrukken, de spanning dat het zeker 0 volt wordt wanneer die uitgeschakeld wordt. Dus de schakeling tussen 5 volt en 0 volt. Daarom pakken we hier de ground, dat is in principe dan de 0 volt van de paneel. En dat sluiten we hier aan. Ja? Maar wat hier het probleem is, nog een keer doen. Dat je ook wil niet dat hier per ongeluk te veel stroom gaat doorheen. Dus daarom kan ik het niet doen. Eerst moet ik een weerstandje zetten. Hier zetten ze meestal een weerstand. Die ervoor zorgt dat er geen grote stroom kan tussen de pin en de ground bewegen. Dit maken we hier zwart. Dus alleen maar de heel kleine spanning die daar ontstaat kan eigenlijk weglekken. En dit wordt meestal in 10 kilo ohm weerstand, dus het is zo'n grote weerstand dat er gaat eigenlijk bij 5 volt nieuwe stroom bijna omheen. Dus alleen om de losse elektrontjes af te tappen, die blijven hangen op de
input. Ja? En dit heet, daardoor heet het ook een pull-down resistor. Die trekt eigenlijk de spanning van pin 12 naar 0 als de knop niet ongedrukt is. Ja? Dan wordt hier eigenlijk opgeladen door de elektroontjes als hij de knop indrukt. En wanneer de knop loslaat, dan gaan die losse elektroontjes langzaam doorlekken. Ja? En naar de ground, en dan heb je zeker 0 volt op pin 12. Dus dit is de elektrotechniek gedeelte van het verhaal. En dan gaan we nu door naar de code. Ja? Nou, om hier verder te kunnen gaan, eerst moeten we een variabel declareren. En de variabel gaat bevatten de waarde van wat gemeten wordt op pin 12. Ja? Dus daarom gaan we hier een variabel declareren. En maken we hier een beetje rond. Voor de tijdmeting, in de vorige tutorial hebben we een integer gebruikt. Het is een heel groot getal. Zo'n sensor kan in principe alleen maar aan- en uitzetten. En heeft geen variabel die alleen maar twee waarden kan hebben. Daarom gebruiken we byte variabel. En laten we noemen dit switch value. En zetten we op. 0, ja, en dit gaan we meteen dan hier daarvoor inschrijven, zo, in opmerking, zo is het netjes, variabel om te, of als alles in het Engels, dan laten we in het Engels schrijven, to store switch state of switch value. In place state is beter eigenlijk. Ja? In switch. Dat zou ook een waarde kunnen zijn, dus we gaan er toch value van. Oké. Yep. En dan laten we zeggen pin mode 13 is output, en dan moeten we nog declareren eerst dat eigenlijk dan maken we de pin mode 12, dan maken we een input pin van. Het is belangrijk dat je hier hoofdletters schrijft, en als je schrijft zo klein letters, dan krijg je een foutmelding, ja? Ja, dit is de romantiek van programmatalen. En een punt komma. Ja? Nou, turn the led on. Ja. En hier moeten we dan een if. Eerst. Bij elke loop, wat de programma gaat doen, switch value. Value. En meestal hier zetten we de tweede woord in zo'n variabel, noemen ze met een hoofdletter. Dus noemen ze hier ook switch value met een grote letter. Wordt gelijk aan digital read. Even kijken. En de read moet per se ook read. Anders krijg je een fout. En willen we pin 12. Yep. Zo. De switch value. Hier klopt het ook niet. Dus hier gaan we elke loop eerst die variabel, de waarde wat gemeten wordt op 12, dus de digital read waarde geven. Ja? Dit kan, omdat het digitaal is, kan 1 zijn als er 5 volt op staat en wordt 0 als er niets op staat. Ja? En dan zeggen we hier. If, dat is met een kleine letter, tussen haakjes, switch value, gelijk aan 0, ja, dan haakjes. Digital write pin 13 to high. Ja, en dit hebben we hier niet nodig. En
Omdat we hadden hier een vergelijking of een if. Dan zetten we hier aan. Haakje dicht. Yep. Ja. En hier gaat de delay ook weg. En doen we hetzelfde. Ja. Dus zeg je. Digital write if value. En hier hebben we als het niet gelijk is aan, of gelijk aan 0, ja, sorry, eerst doen we het zo. Als het gelijk aan 1 is, dan gaat het aan. Als het gelijk aan 0 is, dan wordt het low. Ja? En dit is het einde van de void loop. Dus moeten we hier eerst een einde maken van die haakje. En dat zetten we hier tussen. En dan gaan we kijken of dat dit werkt. Ja. Dus nog een keer. Gaan we een variabel maken waar we gaan een container om, waar we opslaan de waarde van wat we uitlezen uit pin 13. Maken we van pin 13. En, sorry, van pin 12. Van pin 12 van input. Dus deze switch value wordt gelijk aan de digital read wat we uitlezen van pin 12. Ja. En als deze switch value is 1, dan gaat de LED aan, dus digital write pin 13 high. En als deze waarde 0 is, dan wordt het low. Ja, dus in plaats van blinken, we kunnen het handmatig laten blinken met drukken op de knop. Laten we de simulatie starten. Geen foutmeldingen. En als ik aandruk heb, gaat aan, uit, aan, uit, aan, uit. Ja. Fantastisch. Ja? Dan gaan we de simulatie beëindigen. Nou, wat heel interessant is, dat hier heb je een aantal andere opties ook. Dus ga ik je ook vertellen. Dat is in plaats van zeggen, if de switch value is gelijk aan 0, dan gaat het low zijn. Kunnen we ook zeggen, als het niet 1 is. Ja? En dat moet je op die manier... uitroepteken gelijk, dat betekent als het niet gelijk is aan 1. En als je kijkt, dit werkt op dezelfde manier. Ja. Ja. En hier heb je verschillende vergelijkingen bij wat bij zo'n if kan gebruiken. Als je opzoekt bij Arduino Reference en zoek je weer naar Control Structure If. Zoek je naar if, dan hier zie je altijd hoe je de if moet gebruiken en het heet comparison operators. Ja, is heel belangrijk dat af en toe ga je automatisch typen en zeg je per ongeluk hier if switch value gelijk aan 1 en zet je maar 1 gelijktekens, dan krijg je een foutmelding. Sterker nog, soms krijg je geen foutmelding, het werkt gewoon niet. Want hij gaat in plaats van de switch value vergelijken of dat het 1 is of niet, gaat hij 1 waarde geven aan switch value. Heb ik een paar keer het probleem tegengelopen. Dus dit nooit doen. Ja. Dus dit moet je altijd precies op de goede manier gebruiken. Ja. Dit is voor not equal. Hier zeg ik kleiner, groter. Dit is vreemd. Waarom moet je dan 1 kleiner, groter maken? Kleiner of gelijk. Of groter of gelijk. Ja. Dus dit zijn de opties wat je daar kan gebruiken. Nou. Wat ook iets andere oplossing kan zijn. Dat in plaats van hier. If het is niet gelijk aan 1. Zou ik ook kunnen zeggen. Is een andere commando wat bij if vaak wordt gebruikt. Else. Dus in elk andere geval. Als het niet 1 is. Dan moet het low zijn. Ja. Dan gaan we weer de simulatie starten. Dan kijken hoe else werkt. En else werkt. Even goed, ja? Dus we kunnen kiezen gelijk aan 0 of niet gelijk aan 1 of in andere gevallen. Oké, nu laten we iets anders proberen. Zo'n Arduino heeft dus niet alleen digitale ingangen die alleen een aan-uit signaal kunnen ontvangen, maar die heeft ook analoge ingangen. Dat betekent dat hier kan je een signaal sturen van een sensor door middel van een potmeter, en als daar een signaal binnenkomt van 0 tot 5 volt,
dan afhankelijk van dan meet je 0, 1, 2, 3, 4, 5 volt, dan kan je versie in de waardes daar uitlezen, ja? Dus de schaal wordt eigenlijk van 0 tot 5 volt wordt veranderd naar een waarde van 0 tot 255. Dus dat is de resolutie eigenlijk. En dan op basis van hoeveel de waarde is, kan je eigenlijk exact berekenen hoeveel volt op de input zit. Ja? En daar kan je daarmee andere dingen aansturen. Nou, ik ga eerst, de handigste is om een potmeter te gebruiken, zo'n draaiknopje. Ja? En wat de voordelen van de potmeter zijn, dat ga ik ook zo meteen tijdens het doen uitleggen. Ja? Laten we dit dan veranderen eigenlijk. En, of niet. Gaan we gewoon vanaf hier een kabeltje trekken. Daar naartoe. En dit wordt ook weer rood. En pakken we de 5 volt. En je zet de potmeter tussen de 5 volt. En de ground. Ja. De ground is dan 0 volt. En afhankelijk van of dat ik het links of rechts draai, dan op de volgende, de middelste pootje, dan krijg je een voltage ergens variërend tussen 0 en 5 volt. Ja? En dit gaan we dan laten we insturen op analoog input. Pikken we 1. Ja, dan heb je ook een 0. Ik weet niet waarom is het niet 1 tot 6 heet, maar 0 tot 5. Maar dat is opgebracht door iemand. En die gaan we een andere kleurtje geven. Dus meestal de andere kleuren dan rood-zwart, die zijn meestal de signaalkleuren. En ik vind oranje een heel sympathieke signaalkleur. Ja? En wat heel belangrijk is, dat op die analoog ingangen gaat het ook, dat hier kan ook een spanning blijven hangen. Dus wie je eigenlijk tot 0 volt, als ik het om 0 draai, dan weet je dat het 0 volt wordt. En heel mooi is dat eigenlijk bij zo'n draaiknop heb je geen pull-down resistor nodig, want die werkt ook als een pull-down resistor zelf. Ja? Dus de andere kant kan de spanning weglopen. Ja. Nou, hier staat de waarde van 250 kiloohm. Dat is in ons geval ook een goede potmeter. Eigenlijk maakt niet uit, want de waarde gaat evenveel veranderen bij elke waarde van de potmeter. Nou, wat ik ook wil doen, wat heel handig is in Tinkercad, dat we kunnen ook meten wat we doen. Want meten is weten of dat de spanning goed is. En Tinkercad heeft een fantastische, leuke, kleine meetapparatuurtje hier. Ja, hier is een multimeter, ja. En hiermee kan ik meten de spanning wat daaruit komt. En dan gaan we daarmee een beetje spelen voordat we dat ook in de code doen. Nou, dan pakken we hier de ground. Oh, waarom is dit groen? Dit hebben we nog niet zwart gemaakt. Ja, dit had zwart moeten zijn. Dit is zwart. Ik ben op zoek naar black. Maar ja, we zijn Nederlands. Pakken we vanaf hier een kabeltje naar de plus. Want dit wordt de positieve gedeelte. Is wat we willen meten. Dit maken we dan deze keer oranje, zodat we weten dat we meten eigenlijk hetzelfde spanning daar. En de ground is altijd ground. Er is maar één ground. Ja. Zoals in de werkelijkheid. Je hebt maar één grond onder je voeten. Zwart. Ja. Oké. Nou, we hebben nog geen programma geschreven. Hiermee iets te doen. Maar in ieder geval kunnen we hier de voltage meten. Gaan we aanzetten. Hup. En dan kun je zien dat hij 5 volt als ik de ene kant draai. En dan wordt de spanning 0 volt. Ja? En je ziet dat hiermee kan ik de spanning verhogen en verlagen op analoog pin 1. Ja? En je kan voorstellen dat dit ook een lichtsensor kunnen zijn.
die op zijn maximum 5 volt spanning uitgeeft en op zijn minimum 0 volt. Of zou ook een temperatuursensor kunnen zijn. Ja? Dus meestal is het handig om kant-en-klare sensor printplaatjes te kopen en niet losse componenten. Want dan moet je af en toe nog een beetje meespelen dat je elektrotechnisch een correcte schakeling hebt. Als je hebt een kant-en-klare sensor, dat kan je gewoon hier aansluiten en kan je mee verder spelen. Ja? Volgende stap. Ja? Gaan we even naar de code. Ja? We willen ook graag weten wat op de analog pin ingelezen wordt. En gelukkig Arduino heeft ook een fantastische functie. En dat betekent dat je kan via de USB-kabeltje van je computer, dus dit, communiceren met de board. Dat betekent hier, het is serial monitor. Als je dat opent, dan kan je informatie sturen naar de Arduino en de Arduino kan naar jou informatie sturen. Om dit te kunnen doen, je moet maar één ding doen eerst. Intoetsen hier bij de setup. De simulatie starten, excuses. Gaan we hier intoetsen. Ja, serial, met een hoofdletter S, serial, punt, begin. Ja, en dan tussen haakjes 9600, het is de signaalsnelheid, dit is het baud rate, heet het ook. Hier moeten we nergens over weten. Als je deze commando bij de void setup invoert, dat betekent dat hij begint de communicatiepoort te openen richting de computer. En we kunnen met de serial monitor zien wat de Arduino doet. Ja? Dat kunnen we eigenlijk zien als we data sturen van de Arduino. En daarvoor hebben we ook een fantastische, leuke commando. Maar eerst wat we moeten doen is uitlezen wat op pin A1 binnenkomt. Ja? En daarvoor hebben we een nieuwe variabel nodig. En laten we die variabel nu een integer variabel noemen. Die kan misschien ook een grotere waarde zijn. Analog value. Of noemen we sensor value, ja? Want dit is nu een potmeter, maar dat zou ook een sensor kunnen zijn. En dan maakt het ook duidelijk dat het eigenlijk niet uitmaakt wat de sensor signaal produceert. Is het een potmeter of wat een sensor dan ook. Dus de sensor value wordt 0. En net zoals we dat uitlezen, dan moeten we ook nog declareren die sensor. Dus zeggen we pin mode. En de analog sensor, dan moet je altijd de A daarvoor zetten, A1. Dit wordt een input, hoofdletter input weer. Helemaal hoofdletter input, niet alleen aan het begin. En dan, zoals we hadden hier, de switch value, hebben we de variabel bij elke loop ingeschreven, de waarde wat uit die digitale input kwam. Op dezelfde manier hebben we hier nu de sensor value die we hebben gecreëerd daarboven. En dat gaat gelijk worden aan analog read tussen haakjes A1. Yep. Punt, komma. En dan hier doen we hier helemaal niets mee, maar wat we wel doen is dat we gaan de informatie wat hier binnenkomt, dat gaan we op de serial monitor laten zien aan onze computer. Dus dan kunnen we uitlezen wat voor waarde daar binnenkomt. Ja? En dat doen we met de commando serial.print. Yep. LN. Dat betekent dat in elke nieuwe lijn gaat hij printen in onze serial monitor
sensor value. Okay. That is it. Yep. Heb ik het goed gedaan? Volgens mij wel. Gaan we punt comma neerzetten. En gaan we dan in test zetten. Simulatie starten. Oké. Okay. Als ik hier draai heen en weer, dan kan ik de voltage veranderen. 200 millivolt, 1,1, 1, tot 5 volt. Zo verder. Fantastisch. Als ik de serial monitor open doe, dan zie je hier de waarde wat de sensor uitleest. En nu ben ik erachter gekomen. Ja, ik herinner me verkeerd. De waarde is veel hogere resolutie heeft. Het is niet tot 255, maar tot 1000. Ja? Eigenlijk 1024 in principe. Of 1023. Dus bij 5 volt is de waarde wat hij aangeeft is 1023. En met heel fijne resolutie, als ik de spanning verlaag, dan wordt de waarde kleiner en kleiner en kleiner en kleiner. Ja? Nou, wat het verschil is tussen serial print en serial print line. Dit zijn het meest voorkomende gebruikte commando's. Als je geen print line zet, print ln. Ik ga simulatie starten. Ja, dan schrijft hij de letters achter elkaar. Ja? Dus als je meerdere informatie naast elkaar wil schrijven, dan is het handig, maar in dit geval wordt het een onleesbare iets. Daarom de serial print line is de commando die we gebruiken om data te schrijven op de serial monitor. Yep. Oké. Okay. Nou, wat kunnen we hier doen? Dan stoppen we even de simulatie. En stel je voor als je een bepaalde signaal hebt bereikt, bijvoorbeeld meet je het licht of, en wordt bijvoorbeeld donkerder, dan wil je dat opeens, als het heel donker wordt, het licht uitgaat. En als het lichter wordt, dan zet je een lampje bijvoorbeeld aan. Nou, hoe doe je dat? Gaan we even in deze demo schakeling een beetje alles naast elkaar bewaren. Dat is heel handig. Dus laten we bijvoorbeeld hier een tweede LED-lampje inbouwen. En stel je voor dat de potmeter is een lichtschakelaar en die, of een lichtsensor. En die geeft een 5 volt bijvoorbeeld als het volop zon is. En als het wordt donkerder, 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 dan wordt het 4, 3, 4, steeds lagere spanning. En onder een bepaalde spanning, dan zetten we een lampje aan. Dat lampje gaan we nu een LED voor gebruiken weer. Daar zijn alle componenten. Hier pakken we een LEDje. Ja. En die geven we nu een andere kleur. Dit wordt een oranje LED. En dit moet ook een ground krijgen. Dan pakken we hier ground. Zo. Die kant wordt zwart weer. En dit gaan we aansluiten op pin 11. En dit geven we weer een andere kleur. Dit wordt turquoise. Ja. Of maken we geel, want dit is een gele LED. Ja. Oké. Okay. En ah, we hebben vergeten om weerstand neer te zetten. En zo maken we dit ding kapot. Zetten we daar. En als ik me goed herinner, was de goede waarde 220 ohm. Ja. Hier gaat wel een beetje stroom overheen. Niet alleen meetsignaal, dus daarom hebben we daar wel een geschikte weerstand nodig. Groen. Ik heb geel. Ja, oké. Okay. Ja. En gaan we terug naar onze code.
wat zullen we nu doen? We gaan dan, wat was het, pin 11. Hè? Dan gaan we nog een digitale pin hier toevoegen. Pin mode. Dit wordt 11. En hier maken we een output van. Van pin, comma. Ja? Oké, okay, en gaan we weer een if stuk hierbij zetten. En gaan we deze ding helemaal kopiëren. Oké, okay. If, en niet switch word met sensor value. Laten we zeggen, als het kleiner is. Dus de Sina gaat eigenlijk 1023 geven als het 5 volt is en 0 bij 0. Laten we zeggen, als het kleiner is dan 300, wat de analoog input meet, dan gaan we, dit was pin 11, zetten we de lamp aan en anders is het uitgeschakeld. Yep. Dan zie je ook hoe mooi. Je kan op een beetje snelheid maken met programmeren. Om een stukje van wat je gaat kopiëren. En hey, dit is. En dan gaan we hier een pauze daartussen. Oké. Okay. Ja. Dus gaan we hier inzetten. Dit is. Druk. Of. Dat is Engels. Push button controls LED on pin 13 en hier zeggen we voltmeter or sensor controls LED on pin 11. Nou, laten we kijken of dat het werkt of niet. We hebben hier een fout gemaakt. Sensor value value. Oh ja, dat is niet zo. Nog een keer proberen. Pin mode was not declared. Wat heb ik weer verkeerd gedaan? Pin mode 11 is output. Wat is daar mis mee? Ik zie daar helemaal niets mis mee. Zo, als er iets niet werkt, dat is altijd iets heel banaals. Ja, hier bij pinmode heb ik een groot P-letter gebruikt. Zo. Nou, nog een keer proberen. En nu heb ik dan daar de haakje vergeten. Ondertussen heb ik weggehaald, teruggezet. Nog een keer. Ja, het werkt. Nou, laten we de serial monitor aanzetten. En dan zien we de waarde die hier binnenkomt. En we zien dat boven een bepaalde voltage, dus wanneer de zon ligt, dan geeft die lichtsensor heel veel spanning. En de spanning wordt lager, lager, lager en op een bepaalde waarde, nee, ga weg. Op een bepaalde waarde gaat opeens het lampje aan en boven de waarde uit, ja? Nou, wat je nog kan voorstellen, dat kan heel irritant zijn als zo het half donker is en dan gaat de lamp voor je huis aan, uit, aan, uit, aan, uit. Je hebt net daar een momentje wanneer de lamp gaat heen en weer. Dus hiervoor moeten we de code een beetje veranderen eigenlijk. Dat je wil eigenlijk dat het ledlicht alleen maar aangaat als het veel lichter is. Ja? Dus in plaats van dit stukje gaan we zeggen
Excuses dat het in rood is, daar is niks mis mee, alleen dat is in Tinkercad een beetje bug. Dat heeft de laatste foutmelding die stukje niet weggehaald. Dus laten we zeggen, als de waarde is groter dan 500, en eigenlijk laten we de 300 nog lager zetten, want dat is nog best veel licht. Soort van. Dus dan wordt het low, ja? Dus eigenlijk bij half licht gaat het pas aan. Is het oké? Nou nee, laten we hier, half licht is nog heel veel. 300 van maken. Ja, oké, laten we starten. En dan zie je nu dat dus aan. En hier opeens gaat het licht aan. En wanneer die gaat weer, zie je, hier ging het aan. We moeten gewoon de waarde plus boven de 300 komen, dat het weer uitgaat. Ja, dus bij 200 aan. Heb ik het goed gedaan? Ja. 250 is het nog steeds aan. Nou, laten we een groter verschil maken, alleen voor de demonstratie, want het is moeilijk om een beetje zo te maken. We hier toch 500 van, of zeg 700. Ja. Simulatie starten. Dus je ziet hier, onder 200 gaat hij aan, blijft aan en gaat uit pas wanneer die weer boven de 700 ging. En dan gaan we weer terugdraaien, en weer bij 200 aan, wordt weer licht, meer, en bij 700 uit. Ja? Nou, dit is een heel vaak toegepaste controle mogelijkheid, bijvoorbeeld voor temperatuur, als je wil de verwarming aanzetten bijvoorbeeld, of inderdaad zo'n lichtlampje. Of je hebt een rolgordijn en wil je eventueel een motortje aansturen die dan de rolgordijn omlaag laat komen bij een bepaalde licht. En, wanneer het weer donkerder wordt, dan gaat het naar boven. Laten we dan nog een extra functie toevoegen aan deze printplaat. En dan is onze, met onze controller is een beetje... Controlmogelijkheden zijn een beetje rond. En dit is een beetje onhandig hier dat het aan de verkeerde kant. Oh, zo moeten we dat kan zitten. Wat we gaan doen hier is dat we gaan nog een extra LED-lichtje hier aanzetten. Eigenlijk kan je ook copy-pasten de componenten. Dat moet je niet opzoeken. De laatste keer lukt dat in ieder geval. Oh ja, dan moet je eerst de simulatie voor beëindigen. En die ook. We twee selecteren samen. Ja, Ctrl-C, Ctrl-V. Kijk, zetten we hier. Ja, en we gaan deze lichtje koppelen aan de waarde wat we hier uitlezen. En als we de potmeter hoger draaien, dan de licht willen we feller maken. En als we dat donkerder weer maken, dan, dan draaien we de andere kant op. Ja. Hoe doen we dat? Dan pakken we weer hier, gaan we deze LED-lichtje aansluiten op. Moet je aansluiten op een pinnetje. Waar zo'n hoofdtekentje voor staat. En dat betekent dat is een PWM-pin. Hier staat ook in principe bij dat dit is een PWM waar zo'n godje. Dat PWM staat voor Pulse Width Modulation. En dat betekent dat op de output kan je op heel hoge frequentie aan uitzetten. Ja? En dat is meestal de manier ook hoe je een ventilatortje controleert of heel veel dingen. Dat je gaat niet de spanning echt regelen, maar ga je heel snel laten pulseren. En afhankelijk voor dus een heel snel aan-uitschakelen hoe vaak die lamp aan- of uitstaat. Of hoe vaak en zo'n kleine ventilatortje de motor spanning krijgt. Gaat die harder draaien, langzamer draaien of een lichtje gaat harder branden of minder hard. Ja? Wat belangrijk is dat niet alle pinnen kunnen een PWM controle kunnen niet alle pinnen PWM gecontroleerd worden, alleen de ene met zo'n tekentje daarvoor, dus let op waar je dat aansluit. Daar ga je zo meteen zien hoe dit
dan werkt. En dan hebben we nog een ground nodig. Al wordt gewoon een heel mooi rommeltje hier. Ja, maar dat geeft nu even niet. En dit wordt ook een zwart kabeltje, als het maar de goede kleuren zijn. Zwart. Ja. En hier maken we de kleurtje van dit. Dit wordt een blauw led. En dan maken we de kabel ook blauw. Ja. Blauw. Fantastisch. Ja. Gaan we dan naar de code. Ja. Dan hebben we hier weer een pin. Een digitale pin. En die wordt weer een output. Dus pin mode. Gaan we copy pasten. Daar ga ik weken zeker geen fout in maken. En laten we mooi een volgorde zetten van. Dus nummer 3 wordt weer een output. Ja. Nou, om dit te kunnen controleren, hebben we outputwaarde nodig. Dus daarvoor hebben we weer een variabel nodig. En dit gaan we noemen int, integer. En dit noemen we led dim. Dus hoeveel is het dimmen van de led noemen ze value. En dit wordt gelijk aan 0. Ja, punt, komma. Ja. Nou, en wat we moeten doen is potmeter sensor control led on pin 11. En dan hebben we hier een potmeter sensor dimming LED on pin 3. Ja? En hoe gaat onze code eruit zien? Dit heette dan een, dit noemen ze dat niet. Normaal zet je iets van digital write 11 low or high. Ja? Dit gaan we zetten. Analog write pin 3. Ja? De waarde moet de led dim value zijn. Ja. Oké. In plaats van low. Ja. Dus digitale pin kan een digitale pin kan high of low zijn. En in een PWM win bij analog write kan je een value aan koppelen. Ja? Wat belangrijk is dat we gaan koppelen de waarde van de led dim value. Dim value zou je kunnen zeggen. Dat maken we gelijk aan. Wat we inlezen. De sensor value. Value. Ja. En in dit geval. Ja, als we dat hoger gaan draaien, yep. Ja, dan gaat de led meer of minder licht geven, want die input van dit wordt gekoppeld aan de output van dat, ja. En dan gaan we dit even aanzetten, hebben we weer een paar foutmeldingen. Sensor value, niet sensor value, ja, sensor value. Ja, oké, nog een keer proberen. Hebben we ergens een puntkomma vergeten. Nou, nu lijkt het prima te werken. Dus als we zetten op 0, is het 0. En als we gaan omhoog draaien, dan zien we daar dat daar niet zoveel aan verandert. Ja? Dus hebben we ergens hier, die werkt, de knop werkt. Maar hebben we nog ergens een foutje. Ja? Nou, laten we de foutje opzoeken. Like says over you. Nou, de eerste probleem is eigenlijk dat de dim value, dus hoe je analog write kan doen, dat kan niet van 0 tot 1000, maar 0 tot 255 waarde mag hebben. En de says over you kan ook hoger zijn. Dus eigenlijk die is 4 keer grote resolutie heeft. Dus de says over you moeten we delen met 4. Ja? En dat moet de land value zijn. Gaan we even kijken.
Ik hoop dat dat nu werkt. Nog steeds niet. Oh, de weerstand is 220 ohm. Dat kan geen probleem meer zijn. Nou, wat is heel mooi, dan kunnen we opzoeken naar waar de fout is. Dit is een perfecte tutorial dan, wat het niet werkt. En dat gaat bij heel veel mensen vaak niet gebeuren. Ja, simulatie gaan we beëindigen. Ja? Om zeker te zijn, gaan we hier even aan de serial monitor printen. De serial, hoe is het ook alweer? Serial print line, descending the sensor value. Maar de LED dim value. En laten we zien hoeveel het gaat worden. Is daar 0? Oké, nou laten we de simulatie starten. Zetten we de serial monitor aan. En we zien dan daar de LED dim value. De twee komen onder elkaar. En dat is dan heel moeilijk om op die manier uit te lezen. Ja, wat gaan we dan doen? Even simulatie stoppen. En we zorgen ervoor dat de twee waarden naast elkaar wordt uitgeschreven. Ja, dus eigenlijk zetten we die serial print sensor value. Halen we hier vandaan. En zetten we hier. Daarnaast. Yep. En in serial print line maken we in plaats van serial print. Dat betekent dat er komt geen einde van de lijn tijden, dus komt daarnaast. En daarna komt een enter bij de L1. En we willen nog een scheidingsteken daartussen zetten. Ja. En dat doe je op de volgende manier. En dan zetten we tussen twee haakjes een onderstreepje. Laten we zien of dat die werkt. Ja, dus ik hier naast elkaar de twee waarden. Ja, dus wanneer de sensor is 511, dan de analoog output waarde zo 127 moeten zijn. Ja. Dus ik zie geen reden waarom dit LED-lichtje niet gedimd zou moeten zijn. Nou, laten we verder induiken. Ook even een beetje verder onderzocht, dus ben ik dan weer terug. En ik heb LED 3, de blauwe LED, opnieuw in het programma gezet en opnieuw aangesloten, want ik heb niets gevonden in het programma wat niet werkte. En wonder, ik heb nog nooit zo'n contactfout gezien, dat het kan intinken, kan maar bij waar er was iets mis. Nu als ik hier op de draaiknop op druk, dan zie je heel mooi de blauwe ledje feller worden, of donkerder, of feller, of donkerder. Ja? En hier kun je uitlezen dan wat de sensorwaarde is. En wat is die waarde wat van de PWM-waarde, dus hoe hoog die LED wordt gezet. Ja? En de maximum dus van die waarde is 255, 1023. Dus daarom moeten we hier tussen de sensorwaarde met 4 delen. Ja? Het is nog een beetje niet zo logisch, want de eerste waarde was over, dus eigenlijk moeten we dat een beetje anders volgorde. Gaan we hier veranderen. Dat logisch te printen en dan zeggen we hier kan je tussen haakjes kan je altijd tekst printen wat je daarin kan typen, dus dit wordt dan de sensor value en dit wordt dan twee printjes daartussen en dan hier gaan we printen LED dim. Dim. Value.
En de printlijn moet de laatste zijn, want dat wordt een rij. Yep. En bij LeddyWeb is het ook twee puntjes status. Oké, dus als we nu zien, dan wordt het logischer. Ja. Dat is een beetje moeilijker om te lezen. Dus sensor value 205, din value 51. En als ik het hoger draai, dan zie je dat sensor value wordt 775. Let din value. En zo wordt de twee aan elkaar een beetje logischer weergegeven. Ja? Dit is dan altijd zo'n lopende venster. En dit hoort ook zo bij programmeren. En dat heeft de voordeel van dat hier, ik weet niet of dat hier kan stoppen, maar eigenlijk kan je altijd terug scrollen en kijken wat er gebeurde in het verleden. Ja? Nou, dus op die manier kunnen we iets ook een lampje lichter, donkerder maken. Of zo je bijvoorbeeld een ventilatie wat je mee ook kunnen aansturen. Ja?